is het nou om met een snowboard de baan op te gaan? Nou, op de baan vind ik het nog steeds een beetje moeilijk. Ja. Maar ja, het is wel leuk. Ja. Hoe lang doet u het al? Tussen de 25 en 30 jaar. Ik zou het niet precies durven zeggen, maar wel zo. Misschien 26, 27, 28. Staat u ook wel eens op gewone latten of altijd op snow? Nee, ik durf niet te skiën. Dat klinkt misschien heel raar. Ja. Maar skiën vind ik nog steeds doodeng. Wat is nou het verschil tussen skiën en zo'n snowboard? Met een ski moet je altijd... Je moet altijd recht naar beneden, je moet altijd naar dat dal. Ja. En aangezien ik hoogtevrees heb, is dat heel eng. Ja. En op mijn snowboard mag ik altijd... Elke bocht mag ik naar de berg toe leunen. Dus dat is het fijne als En u bent net 65, heb ik begrepen? Nee, 75. 75. Uniek, hè? Ja, dat weet ik niet. Ik doe gewoon wat ik denk, ik vind het leuk. Ja. En zolang het gaat, gaat het. En het gaat nog steeds, hè? Het gaat nog steeds. Nou, we gaan nu eens even kijken. Iets langzamer soms. En iets minder afdalingen. Gewoon het plezier, hè? Zolang het leuk is. En u gaat ook altijd naar de sneeuw? Ja, elk jaar. Een keer. Ja, jammer genoeg maar één keer. Ja. Kan niet alles hebben, hè? Nee. Dan ben je hier. Ja, er zijn nog meer dingen die leuk zijn, hè? Zo is het. Succes! Ja, ik ga mijn snowboard halen. Nu met dit, met deze. Ja! Kom maar. Duiken. Nu omhoog. En Annie, heb in de gaten hoe goed dit gaat, hè? In de gaten hoe goed dit gaat. Met iets slaan. Duiken. Dit is netjes. Nu al deze. Wacht nu. Wat is het nou om zo... die mensen te coachen? Dat is het enige wat ik kan. Nee, dat is gekkigheid. Ik vind het fantastisch om iemand iets te zien leren. Ja, dat doe ik heel graag. In de winter doe ik het op de baan hier of in de bergen. In de zomer doe ik het op het water. Maar in mijn hart ben ik meester. Dus ik werk ook in het onderwijs. Ja, dat doe je eigenlijk niets anders. Dat is het aanleren van een vaardigheid. En als iemand iets kan wat het daarvoor niet kon... En jij mag daar een beetje aan bijdragen. Ja, dat is elke keer smullen. Succes. Dankjewel. Annie, complimenten. Is dit nu dan makkelijk voor ouderen om dit te doen, snowboarden? Nou, op deze leeftijd zou ik het niemand meer aanraden om ooit te starten. Maar ja, weet nooit. Nee, het is echt het is een lastige om snowboarden met deze leeftijd om te gaan starten. Maar Annie doet het al heel lang, dus gelukkig kennen wij elkaar al een aantal jaar. Dus ik weet ook wat ik aan haar heb en wat ik van haar kan vragen. En de instructeurs, ja, zoals je ziet... zijn heel oplettend met ze. Zorgen echt wel voor de veiligheid dat het onnodige vallen echt wel uitblijft. Ja. Vermoeiend, hè? Zo. Ja, ja. Ja, dat kost er energie. Ja. Ja, maar je komt hier niet voor niks. Nee, ik kom hier niet. Nee, het is afzien hier. Ja. Ja. Ja, je moet er wat voor over hebben. Ja. Maar ja, voel je dan als je geweest bent ook aan je spieren of is het... Nee, gelukkig ben ik niet iemand die spierpijn krijgt. Kijk. Ik kan wel zeggen van de andere dag sowieso. Ik ben wel... ik doe vandaag iets minder. Ja. Maar ik heb niet echt spierpijn. Nou, maar ik vond het goed hoor en ik doe het niet. Dus ga je nou dadelijk weer? Nog een paar, vier keer niet of zo. Oei. Ja. Nou, we gaan het zien. Yeah.